Uit een politie-enquête blijkt dat 1 op de 3 bezoeksters hier bij de Sloterplas in Amsterdam wordt lastiggevallen. Herkent u dat? Ja, 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 een vriendin van mij heeft dat verteld. Want er liep hier een jongen en die greep steeds die meiden vast. Bent u wel eens lastiggevallen? Ja, ja. Niet fysiek aangeraakt, maar wel achtervolgd. En totdat ik mijn hond riep en op commando begon hij te blaffen. En toen is die persoon weggegaan. Persoonlijk heb ik nog niet meegemaakt. Maar ik hoor wel geregeld dat de vrouw wordt aangerand, lastiggevallen en aangesproken. En soms zeg je wat terug, dan word je gewoon uitgescholden. Voelt u zich nog veilig in het park? In zoverre dat ik altijd heel erg goed oplet. Maar het weerhoudt mij niet om het park niet in te gaan. Het is niet onveilig. Het is op dit moment van de dag niet onveilig. Gaan mensen naar hun werk, zijn heel veel lopers, wandelaars, mensen aan het werk hier in het park. Dus dat is niet het moment van onveiligheid, denk ik. Ik heb ook een hond, hè, en die verdedigt mij heel erg. Dus ik heb daar geen last van. Nee. Ik ben wel altijd bang dat ze mij eraf gooien, weet je wel, mijn scootmobiel pikken. Daar ben ik wel bang voor. Ik zou niet durven na 6 uur of 9 uur 's avonds. Dat durf ik niet. En je kan niet gewoon met de muziek en dan gewoon rechtdoor vooruit. Daarom heb ik geen muziek om me heen. En ja, gewoon van de park genieten. En af en toe toch even achterom kijken. Ja. Om jezelf te beschermen.